ben ik een fotograaf of niet? Het begint met fotografie. Die is in principe documentair, zou je kunnen zeggen. Maar daarna volgt een langdurig montageproces. En daarin worden eigenlijk alle artistieke beslissingen genomen. Dus is het, voor zover ik weet, meer montagekunst dan fotografie. Zo voel ik het. En daarom noem ik me nooit eigenlijk een fotograaf. Zo strak mogelijk naast elkaar te zetten en dan toch nog een diepte te krijgen, waardoor het eigenlijk een beetje een stadslandschap lijkt. Het wordt allemaal gemonteerd uit meerdere foto's, elk detail. Van licht klopt nooit niets in mijn foto's. Ik kan daar geen rekening mee houden. Ik zet alles gewoon bij elkaar. Het gaat mij echt om de vormen en niet om de realiteit perfect weer te geven. Dat zou wel heel beperkend zijn. Probeer ik een realistische foto te maken, of een foto-object is het misschien wel, wat toch helemaal onrealistisch is. Ik vind het altijd heel leuk om het leven uit te beelden in al zijn meest bizarre vormen. Het kan lelijk en mooi tegelijk zijn. In Photoshop kan je in lagen werken. Dat is het mooie, dat je al die lagen, bij mij heeft zo'n werk vaak 100 of meer lagen, die kan je ten opzichte van elkaar transparant zetten. Dan kan je allerlei dieptes creëren en dat is wat ik in dit werk veel doe. Dan kan het vermengen met elkaar. Dus hoeveel lagen het precies heeft, dat weet ik niet. Dat is heel veel. Ook ontstaat al werkende, ja. Dus ik maak geen schetsen van al dit soort dingen. Nee. Ik werk vanuit de foto's die ik heb. Dus je combineert gewoon allerlei dingen. Ja, heb je een bepaalde foto die is gewoon bruikbaar om meerdere keren toe te passen. Alleen wel in een iets andere vorm of context. Ik wilde een beeld maken met gewoon vreselijk veel details. Dat is eigenlijk een soort van onmogelijk beeld, maar weet het, de natuur is vaak heel druk en vol en rommelig. Dus ik, op een of andere manier wilde ik dat tot uitdrukking brengen. Dit is de kunstmatige natuur. Dit zijn kamerplanten allemaal. Maar toch is dat ook de natuur. Ik heb zelf die dingen altijd vrij lelijk gevonden. Ja, het stond er alsof het mooi bedoeld was. Ik vond het als kind in ieder geval nooit mooi. Dus dat was zo grappig om te zien dat iets wat mooi is eigenlijk en mooi bedoeld is, ook heel lelijk is. En ik dacht, ik moet het vooral heel kleurig maken. Heel knallend en kleurig gewoon. Het duurt vrij lang, het duurt weken, zal ik maar zeggen, voordat ik dit af heb. Dus ja, het is een kwestie van schuiven en kijken wat er gebeurt. Ook weer dingen bij fotograferen, nieuwe vormpjes, nieuwe planten. Het thema, de menselijke sentimenten als onderwerp te hebben, vond ik niet interessant. Ik had daar eigenlijk niks meer mee te melden op dat moment. En ik zag dat ik abstracties en schilderachtig kon gaan werken als ik alleen maar de natuur zou gebruiken. En dat vond ik heel interessant om die... Ja. Dat schilderachtige en de abstractie, die abstractie uit te drukken. Ik heb daar gewoon een aantal sferen, zeg maar, meegemaakt die tot dynamische beelden konden leiden. Men zegt dat het in de geschiedenis van de fotografie past. Dus al in 1860 heeft een fotograaf, die heet geloof ik Rijnlander, ook al montages gemaakt. En dat is gewoon iets wat altijd is doorgegaan in de fotografie, dus het past wel in de fotografische traditie. Mijn idee was om een realistisch of een foto na te bouwen en dat het toch nog als een soort van realisme overkwam. En dus dat is, zoals abstracte kunst helemaal is, puur esthetiek natuurlijk. Het is gewoon vorm en kleur.
Ja. En ja, vlak compositie. Het is natuurlijk veel meer als beeldende kunst, omdat ik vanuit niets begin op te bouwen en tot een beeld kom, wat ik zelf helemaal onder controle heb. En dat is echt fundamenteel iets anders dan wat fotografen doen die buiten documentair fotograferen. De compositie bijvoorbeeld heb ik meer onder controle. Ik probeer zo een realistische foto na te bouwen eigenlijk. Een fotokunstenaar. Ja. Ik vind het woord foto-object vind ik wel een mooie term voor dit soort van werk wat ik maak. Het zijn een soort foto-objecten. Het is niet klassieke fotografie, maar meer het object ervan. Ik fotografeer alle onderdelen apart, knip die uit. Die zet ik dus eerst in een database waaruit ik put als ik aan het werk ben. Kies dan bepaalde foto's die ik uitknip, waarvan ik delen uitknip. En die pas ik in elkaar en maak zo een compositie. Biologisch klopt het vaak niet wat ik maak. Mijn collages zijn geen biologische, realistische weergaves of zo. Ik zet het bij elkaar hoe het beeld het bij elkaar past. Wat dat samen doet. Langzaam heb ik geprobeerd die grens op te zoeken. Dat is, daar is dit dus een voorbeeld van een werk waarin die grens vrij dicht is genaderd. Ja. En je de realiteit alleen maar ziet door dit kleine spleetje eigenlijk. Als je dat ervaart, dan snap je pas dat je in een soort teleshot staat van een bos met bomen die achter elkaar tevoorschijn komen. En waar je nog een klein beetje de diepte kan zien van het hele land. Nee, dat ga ik niet laten verdwijnen, want dan is het geen realistische fotoweergave meer. Mm-hmm. En dan wordt het eigenlijk gewoon collage kunst. Mm-hmm. Wordt het iets anders weer. Dus ik wil het wel fotografisch houden. Ja.